In de maand mei besteden we bij Nijmegen 1 elke week aandacht aan het project Kunstklik. Naast mij staan Moni en Jasmijn. Wat kunnen jullie vertellen over het project Kunstklik? Nou, Kunstklik is de fotografiewedstrijd van Nijmegen voor mobiele telefoontjes. En dan kun je elke dag een foto insturen naar info@kunstklik.com. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat hartstikke goed. We hebben al heel veel inzendingen binnen. Zoals gisteren was bijvoorbeeld onze topdag, hadden we 25 inzendingen. En de dagwinnaars zijn tot nu toe ook echt hartstikke leuk. Ja. Noem eens een voorbeeld van foto's die je hebt binnengekregen. Bijvoorbeeld de eerste dagwinnaar is van Bob van der Elshout. En dat, hij heeft zijn twee hondjes gefotografeerd. Precies op de plek waar wij onze promotiefoto hebben gemaakt. Dus die vonden we echt heel goed. Ja. En wat kunnen mensen doen als ze ook mee willen doen aan de wedstrijd? Ja, nou gewoon wandelen in Nijmegen, een foto maken van het moment, van het festival of tijdens exposities. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Ja. Nou, wij gaan zelf ook even kijken naar een dagwinnaar van deze week en dat is Marieke Thomassen. Naast mij loopt Marieke Thomassen, een van de dagwinnaars van het project Kunstklik. Waarom heb je meegedaan aan het project? Ja, ik doe eigenlijk al vanaf het begin mee, vanaf 2007. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om foto's te maken. En ik vind het project ook heel leuk, dus ik wil het wel graag steunen. Ik probeer elke dag wel een foto in te sturen. En maak je dan één foto of maak je er meerdere? Ik maak er wel meerdere op één dag. En dan 's avonds maak ik dan een selectie. En dan probeer ik de mooiste uit te zoeken en die in te sturen. Ja. En die foto die je nu hebt gemaakt is van een meneer die, die net het zebrapad wil oversteken. Waarom heb je gekozen voor die foto? Nou, ik vond het heel tekenend voor de sfeer van die dag. Het was een beetje een druilerige dag, net als vandaag. En ik vond het ook een heel aandoenlijk meneertje, want hij liep zo heel langzaam met een parapluutje. En ik vond het ook gewoon heel aandoenlijk. Ben je speciaal op pad gegaan om deze foto te maken of was het toeval? Ik ging wel speciaal een wandelingetje maken om een kunstklik te schieten. En toen ben ik eigenlijk de wijk hierin gelopen, op weg naar de Sint-Anna-molen. Heb ik daar een paar foto's gemaakt. En op de terugweg naar huis ging het eigenlijk weer regenen. Toen heb ik de telefoon weer in de tas gedaan. En ineens stond ik achter die meneer. Ja, dus het was eigenlijk wel de bedoeling, maar ook weer toeval. Ja, het was ook wel toeval. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes met het maken van meerdere foto's voor Kunstklik. Dank je wel.